Goedemorgen. Ho! Wacht. Jezus. Godver... Stiefeskleren Chinese troep. Ah! Neem plaats, Duncan. Waarom denk je dat wij jou hebben laten komen, Duncan? Ik heb geen idee. Als je rondkijkt op de afdeling, wat zie je dan? Werkende mensen. Juist, Duncan. Werkende mensen. En als je heel goed kijkt, dan zie je dat al die mensen dezelfde werkwijze hebben. Toch? Ik denk het wel, ja. En als we die werkwijze nou eens methode A noemen. Dus als wij het hebben over de werkwijze die iedereen... Maar dan ook iedereen. Maar echt iedereen volgt. Dan hebben wij het over methode... A. Bingo. Heel goed. En welke methode denk je dat jij volgt, Duncan? Wacht. Ik geef je een hint. Het is niet de methode die iedereen... Iedereen. Maar dan ook... Iedereen volgt. Die is het niet. B. Duizendmaal excuses dat ik jullie kom storen. Maar vandaag is de 100ste dag dat ik voor jullie mag werken. En om dat te vieren heb ik een paar lekkere petit fours meegenomen. Shores? Oh. Wat goed. Oh. Kom verder. Dankjewel. Zoals ik al zei... Iedereen werkt hier volgens methode A. Iedereen behalve jij. Jij werkt volgens methode B. En nu? Denk jij dat je je kunt aanpassen aan de werkwijze die iedereen heeft, Duncan? Ik denk dat ik dat wel zou kunnen, ja. Duncan. Wij denken van niet. Je bent ontslagen. Daar is de deur. Kleren, kut, Chinese teringtroep. Jezus, elke keer als ik iets moois wil doen, gebeurt dit weer. Ah! Zitten er batterijen? Nee, weet ik. Tuurlijk zitten er batterijen in dit godverdomme kuttingwerk.